Ik heb aan de Franse zuidkust dat je met de auto langs die enorme kampeerterreinen komt. Waar ook als de wind verkeerd staat zo'n onbeschrijfelijke pislucht over de weg waait. Het van Rossum, kunt u mij horen? Je kunt deze podcast ook volgen via de sociale kanalen. En doe dat vooral eventjes, want binnenkort toch wel leuk nieuws om te melden. Gaan we daar bekendmaken. Twitter, Instagram, de website, alle informatie in de beschrijving. En mocht je 17 juni voor de EK-wedstrijd toch niets te doen hebben. Maarten en ik hebben een fantastisch college over de Koude Oorlog. We hebben een speciale aanbieding voor je. Slechts €4,95 betaal je. Als je je nu aanmeldt, ook dat linkje staat in de beschrijving van deze podcast. Ja, daar ben ik natuurlijk ontzettend tegen, dat gebarbecue. Ik vind sowieso een onzinnige gewoonte. Niet waar dat je in een wereld die volledig voorzien is van de meest geavanceerde fornuizen, dat je dan op een ongelukkig comfortje van blik allerlei carbonaatjes gaat verbranden. Dat heb ik nooit iets van begrepen, maar het is een enorme liefhebberij. Het is een beetje kamperen, maar dan het is eigenlijk culinair kamperen. Zo zou je het beste kunnen noemen. Maar ja, dat vind ik ook. Ja, kamperen is ook mijn. Hebben we al die luxe gecreëerd. Huizen waar we in kunnen wonen. Comfortabele auto's met airco. En wat doen we? Tijdens onze vakantie gaan we in een tentje zitten. Hè? Waarbij je bovendien meestal gebruik moet maken van een gemeenschappelijke wc. Nou ja, een ernstige aantasting van de normale regels van de privacy is nauwelijks denkbaar. De bekende wandelaar, man in korte broek die met zo'n wc-rolletje op weg is naar het waarschijnlijk heet het wc-blok of zo. Het woord blok, denk je ook al aan de concentratiekampen feiten. Nee, dat zijn hele merkwaardige aspecten van onze cultuur. Kijk, dat je nog echt wild gaat kamperen, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, zolang je onder de 25 bent. Dat je op willekeurige wilde plekken, maar ik heb aan de Franse zuidkust dat je met de auto langs die enorme kampeerterreinen komt. Waar ook als de wind verkeerd staat zo'n onbeschrijfelijke pislucht over de weg waait. Dat je denkt, grote god, wat bezielt mensen om hier 2 of 3 weken te gaan staan? Dat is toch volkomen onbegrijpelijk. Blijf thuis. Thuis zijn is vaak oneindig veel comfortabeler. Ook thuis kun je zelf vakantie geven. Dat is helemaal niet moeilijk. Dan besluit je net een iets andere routine te doen. Ja, een beetje een handboek te lezen dan je normaal leest. Er zijn allerlei mogelijkheden op dit terrein. Je kunt met de streamingdiensten van tegenwoordig kun je naar een willekeurige keuze van films kijken, op je tv of op je computer, wat je maar wil. Maak een wandelingetje in de omgeving. Kijk eens in je buurt hoe de plantjes erbij staan in de tuinen van de buren. Vakantie thuis, ik kan het warm aanbevelen. Ik denk dat veel mensen toch zeggen, ja, maar daar zit ik altijd al. Ja, dat komt dat ze daar waar ze altijd zitten eigenlijk te weinig opletten. Het daar altijd zitten wekt routine op. Maar met die routine kun je kleinschalig breken. Maar je hoeft helemaal niet voor in een vliegtuig naar de Aleut, ik noem maar iets op. Dat is helemaal nergens voor nodig. Die reislust, dat is een vorm van waanzin. Ja, ik weet, er zijn allerlei ongelooflijke intelligente mensen die menen dat je een beter mens wordt als je regelmatig naar Tibet trekt en over onbegaanbare bospaden gaat lopen in de Dolomieten en allemaal dat soort van dingen. Maar dat is nergens voor nodig. Hebben we onszelf aangepraat, maar echt dringend noodzakelijk is het niet. Sterker nog, naar mijn idee kun je, als je dan toch de deur uit wil, ook in Nederland prachtig wandelen. Zonder dat je een kip ziet, dat kan ik echt garanderen. Hmm. Ik ga nou niet verklappen waar dat kan, want dan zie je er binnenkort natuurlijk weer een heleboel kippen. Dus dat gaan we niet doen. Maar het kan wel. Mogelijkheden zijn legio. Maar ben je Amerika niet beter gaan begrijpen door er ook een keer naartoe te gaan? Nou, dat is weer een heel ander type vraag die je nu stelt. Ik was daar overigens om iets te doen, namelijk om onderzoek te doen. En toen heb ik die onderzoeksfase afgesloten met een autorit door de Verenigde Staten. Mijn onderzoek, dat was in Madison, Wisconsin. Dus ik heb overigens in Milwaukee, geloof ik, heb ik een auto gehuurd. Ford Pinto, dat bleek later eigenlijk een rijdende doodskist te zijn. Maar dat wist ik niet toen ik dat ding huurde. En toen heb ik dik 10.000 kilometer door de Verenigde Staten gereden. Dat was een bijzonder educatieve ervaring. Maar vooral om te beseffen hoe immens groot het land is.
Want Nederland is natuurlijk een piepklein land. En gek genoeg, als je daar bent opgegroeid, is dat je thuisland is. Thuisland, een beetje een raar woordje. Hoe moet je dat zeggen? Je vaderland, je moederland, whatever. Whatever mag ik ook niet meer zeggen van mijn zuster. Ik mag geen Engelse woorden meer gebruiken. Dus jij moet steeds, als ik een Engels woord gebruik, moet je een vies gezicht trekken. Dat, en het Nederlandse woord noemen. Ja, dus dat je niet zegt by the way, maar je zegt trouwens. Hè, zo hoort het eigenlijk, ja. Het is een feit, die taal, die Engelse woorden, die sluipen je taal binnen zonder dat je er eigenlijk erg in hebt. En voordat je het weet, heb je ook allemaal van die Engelse stopwoorden. Dus dat moet je toch zien te vermijden. Dus ja, de afmeting. Als je in Nederland opgroeit, dan eigenlijk zijn je hersens zijn volledig gestuurd door Nederlandse software. Neem je niet kwalijk zachte artikelen, hoe moet je dat zeggen? Computerprogramma's. Computerprogramma's, oké. Die natuurlijk rekening houden met het feit dat het land zo klein is. Hè? Ik weet niet, we hebben het niet al eens eerder over gehad, dat als je kennis in Eindhoven hebt, je gaat er op bezoek, dat je dan een hele rit vindt. Hè? Eindhoven heen, Eindhoven terug. Als het een beetje tegen zit, dat er een file staat. Ik bedoel, voordat je het weet, zit je 2,5 uur in de auto. Hè? Want dat vinden we eigenlijk belachelijk. Maar dit was, ja, en ik zat in mijn eentje in dat ding, in die Ford Pinto. Betrekkelijk klein en bescheiden autootje voor Amerikaanse begrippen. Ja, en dan is 3 dagen door Montana rijden, dat is toch een enorme ervaring. Tenminste, ik vond het een enorme ervaring. Je was alleen? Ja, ik was alleen. Dat was op zichzelf ook denk ik wel nuttig. Nou, met z'n tweetjes, het kan natuurlijk heel gezellig zijn, maar dan grijpt misschien de immense ruimte waar je doorheen rijdt je in mindere mate aan, omdat je gezellig zit te praten. Je denkt, oeh, leuk bergje daar, leuk zusje, leuk zo. Ja, nee, ik vond het en het is op zichzelf heel goed te doen. Als je in het ene hotel overnacht, dan kun je vaak bellen naar het volgende hotel. Dat doen zij voor jou en dan kun je vast je kamer bespreken. Ik kan het iedereen aanbevelen die eens, nou ja, wil beleven wat een land met een dergelijke ruimte eigenlijk met zich meebrengt. Ja, maar er is dan ook vakantie. Ja, je kunt er ook met vakantie gaan, dat is waar, maar dat is niet dringend noodzakelijk. Het gaat er mij nu even om, daarom zei ik ook, ik was daar om iets te doen, om te werken. En dit heb ik eraan vastgeknoopt. Ik weet niet hoe geweldig het is dat we tegenwoordig echt voor een habbekrans overal naartoe kunnen vliegen. Dat is natuurlijk, daar komt nog een ander punt bij natuurlijk, dat die vliegtuigen nogal fors vervuilend zijn. Op de lange, hele lange afstand, als ze heel hoog vliegen, valt dat erg mee. Maar op de korte afstand is het toch een vrij onvoordelige zaak. En het is heel lastig om in vliegtuigen een andere vorm van aandrijving te verzinnen. Omdat je kunt een vliegtuig niet makkelijk elektrisch laten vliegen. Als je daar even over nadenkt, begrijp je niet waar hoe lastig dat is. Dat met een accupakketje niet is op te lossen, dat probleem. Daar wordt op allerlei manieren en niveaus heel hard aan gewerkt. Maar voorlopig is dat niet zo. En, nou ja, ik wil daar verder geen reclame voor maken. Vooral natuurlijk omdat het treinverkeer bar slecht geregeld is in Europa. Wat let maar op als je ergens bij een station bent. De ICC heeft een vertraging van 42 minuten. Neemt u ons niet kwalijk. Nou, heb je ooit anders gehoord? Ze hebben allemaal enorme vertragingen. Dat je denkt, het Excelsior Thalys staat regelmatig stil ergens bij de Lage Zwaluwe. Dan moet ik eerlijk bekennen, ik heb daar 1 keer in gezeten. Toen liep het prima, dat moet ik wel toegeven. Vond het heel comfortabel. Ding rijdt ook verdomd snel. Althans in Nederland. Want waar ging die dus stapvoets rijden? In België. Tussen Antwerpen en Brussel. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ik zei tegen mijn echtgenoten, we kunnen het lopend prima bijhouden als het op deze manier moet. Nou ja, we gingen naar Brussel, dus we waren meteen vrij snel uit ons lijden. Ja, dus je zou in Europa, vind ik, wel met de trein kunnen gaan. Ik heb ook wel eens overwogen om zo'n treinrit te maken dwars door Canada. Dat leek mij ook wel een interessante ervaring. Of de bekende Trans-Siberië Express natuurlijk. Dat je voor de rest van je leven voldoende dennenbomen hebt gezien. Hè, om dat probleem, in ieder geval het dennenboomprobleem, op te lossen. En in Europa zijn treinreizen in principe heel aantrekkelijk. Ik geef toe, het is bar slecht georganiseerd. Het is ook met die overgangen van het ene naar het andere land. Het is echt, dat is natuurlijk ook, het is ook relatief duurder dan vliegen. Moet je er allemaal bij zeggen. Tenzij je maar heel het is als reiservaring,
Kijk, een vliegtuig geeft eigenlijk een abominabele reiservaring. En dat is dat als je dus rijdt, dat geeft ook meer reiservaring. En een trein geeft ook meer reiservaring. En stopt natuurlijk vaak, dat is het fijne. Je gaat met de trein naar Berlijn. Dat heb ik gedaan. En dan kom je bovendien aan op dat prachtige station. Dat nieuwe Hauptbahnhof, dat is echt een meesterwerk op 3 niveaus. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. En ja, dan zit je met het probleem, dat is die sneltrein naar Berlijn, dat is een beetje bij elke dikke boom stopt. En er staan heel veel dikke bomen in Duitsland. Dus, en geen van die dikke bomendorpen die wil dat de trein er niet meer stopt. Dus dat is een praktisch onmogelijk probleem om op te lossen. Maar ik zou toch willen pleiten voor wat meer treinreizen. De nachttrein naar Oostenrijk is recent weer. Ik zag dat stuk in de krant staan over de nachttrein naar Oostenrijk. Maar ook daar wil ik erop wijzen dat ze al vrij snel, 144 minuten vertraging hadden opgelopen. En als je het zo zegt, denk je, nou dat valt toch wel mee. Maar goed, dat is toch 2 uur en 14 minuten al met al. Wat zeg ik? 2 uur en 24 minuten al met al. Dus ja, dat was niet zo indrukwekkend. Ik vind nachttreinen, dat zou ik zelf ook niet doen. Maar dan zie je dus geen kloot voor een groot deel van de tijd. Nee. Dus ik zou altijd overdag gaan. Ik zou ook de reis naar Wenen, dan kun je in 2 stukken breken. En je kunt ergens leuk overnachten in zo'n stationshotel, als het wat is. Nee, ik ga samen met mijn culturele reisgenoot Willem Melging, hebben wij ook het idee opgevat om een culturele treinreis te maken. Leuk. Ik ben heel benieuwd of daar belangstelling voor is. En hoe zou dat eruit zien dan? Nou, dat je een leuk traject uitzoekt natuurlijk. En dat je op strategische plekken uitstapt. En dan ga je een kathedraal bekijken of een fameus museum of wat dan ook. En het idee is dat wij daarbij dan, wat we ook bij die andere reizen doen, een lezing geven. Hoe je dat precies gaat organiseren in de trein of weet ik veel in het museum. Dat weten we niet precies, althans. Ik weet het nog niet precies. Maar daar is waarschijnlijk wel een oplossing voor te bedenken. Treinreizen heeft toch iets romantisch over zich. Ik kan me herinneren dat er voor corona een treinreis was naar Berlijn. Waarin dan, in die trein dan ook bijvoorbeeld een dichter zat. En er waren muzikanten en er waren ook leden. Ja, dat niet dicht. Ja, daar heb ik. Ik wil wel graag dat ik zelf ga over welke dichters en muzikanten dat zijn. En al te veel muzikanten, daar heb ik eigenlijk niet zoveel puf in de trein. Nou, klassiek. Ik wil gewoon rustig naar buiten kijken. Ja, dan moest het hele concertgebouw, orkest moest ze erin zetten. Dat valt nog niet mee. Om dat compleet naar binnen te krijgen in een trein met de instrumenten, lijkt mij. Maar ik werd nooit. Ja, je had in Parijs een hele tijd in de metro dat er dan zo'n klein bandje binnenstapte en begon met muziek. En dat gek genoeg wekte dat altijd mijn irritatie op. Vooral natuurlijk het feit dat je dan moest gaan betalen meestal voor muziek die je helemaal niet wilde horen. Dat is, ja, dat. In feite, dat is eigenlijk een wonderlijke zaak. We dwalen wel een beetje af van de thematiek. Maar dat in toenemende mate dat je geteisterd wordt op allerlei plekken waar je helemaal niet om muziek gevraagd hebt. Met muziek die je helemaal niet mooi vindt. Hier in het park bijvoorbeeld, daar wordt er veel gesport. Gymnastiekt, ik weet niet precies wat het. Dat klinkt een beetje ouderwets, maar dat is wat ze doen. Rare oefeningen. Je denkt altijd, kom op jongens, rustig aan. Pas op dat je geen spierscheuringen krijgt, dat valt nog niet mee, deze rare toestand. En die hebben altijd een vrij luidruchtig muziekapparaatje erbij staan. En door de ontwikkeling van de technologie op dit punt, niet waar, het komt uit een betrekkelijk klein ding. Het is nauwelijks groter dan die reusachtige microfoon die ik hier in mijn hand heb. Hij zegt 2 keer zo groot, daar komt een takkenherrie uit, zegt dat is verschrikkelijk gewoon. Dus om de 50, 60 meter heb je soms s'avonds stad een takkerrie ding. Hè? Met die afschuwelijke hip-hop muziek of allerlei andere rare agressieve boel. Hè? We hebben het geloof ik al gehad over het winnende nummer van het Songfestival, als ik het wel heb. Daar heb je nog niks over gezegd. Heb ik daar nog niks over gezegd? Italië. Ik dacht dat jij dat niet keek. Nou ja, had zich allemaal voltrokken. En tenslotte keek ik op teletext, niet waar, mijn favoriete nieuwsmedium. Beknopt, afdoende enzovoort. Geen gelul, geen presentatoren, geen plaatjes waar je geen behoefte aan hebt erbij. Kortom, ideaal. Dus toen was het festijn was afgelopen. Toen dacht ik toch, ik kijk even wie er gewonnen hebben. Nou, daar bleek Italië te zijn. En toen heb ik vervolgens op YouTube naar dat nummer gekeken wat gewonnen had. En ik moet je zeggen,
ja, wat vond ik daarvan? Ik heb het al meerdere malen, dacht ik, beschreven. Mijn indruk was dat het niet in Rotterdam was opgenomen, maar in een gekkenhuis ergens ten zuiden van Napels. Als ik het goed zag. Nou ja, de zanger leek mij mijn achterkleinzoon van Mussolini. Die wel behoorlijk van de stimulerende middelen had genoten. Later werd mij verzekerd dat hij was getest in Italië. Nou ja, getest in Italië, dat zegt gewoon helemaal niets. Hè. Als je wil getest wil worden terwijl je flink gebruikt hebt, maar het mag niet geconstateerd worden, zou ik zeggen, laat u vooral testen in Italië. In ideaal, want hij wou niet in Rotterdam getest worden, begreep ik, maar wel in Italië. Nou, dan denk je al, ja, een raar, een idioot nummer vond ik het. Agressief, onaangenaam. Er zit in heel veel van die muziek tegenwoordig een immense agressie. Ja, god, ik ben in dat opzicht natuurlijk volledig blijven steken in de jaren 60. Ik denk altijd aan de Beatles en de Beach Boys en dat soort van dingen. Vind ik leuk om te horen wel. Een teaching. Bij mij is eigenlijk dat hele populaire muziek, daar is het bij mij het lampje uitgegaan in de vroege jaren 70. Heb je nog gezien dat jij ook commentaar hebt gegeven bij het Songfestival? Dat heb ik ook gezien. Ik dacht, moet ik daar nou op reageren? Ik heb helemaal geen commentaar gegeven natuurlijk. Dat was een, hoe heet dat tegenwoordig? Ja, daar is ook weer deepfake. Hè? En dat is daar geen Nederlands woord voor. Grote nepheid. Dat is gewoon oplichterij eerste klas. Dat word je niet gevraagd. Niemand biedt ook zijn excuses aan. En nou ja, daar word je dus neergezet als een randebiel. Ja, de makers. En dat schijnen mensen ontzettend leuk te vinden. Ik heb, als ik het wel heb, alles eerder de staf gebroken over A, het nadoen van bekende mensen op televisie. Wat een infantiel gedoe, hou daar nou toch eens mee op, zeg. Hele vervelende kinderpret. En dan natuurlijk dat gedoe met geluid. Dat je Willem-Alexander dan, oh wat geestig, niet waar, op zijn Haags commentaar hoort geven op de dingen van de dag. Hè. Hoe heette dat bij De Wereld Draait Door? Lucky TV. Ook, zit nu bij Jinek. Ook vindt iedereen zo ontzettend leuk. Stom, vervelend, kinderachtig, afgezaagd. Hou ermee op. En bovendien de mensen die je daarmee hindert, zoals mij in dit geval met het Songfestival, die vinden dat verdomd vervelend. Het is helemaal niet leuk. Want de suggestie wordt gewekt dat jij dat gezegd hebt, en dat heb je niet gedaan. Mm. En daar worden geen excuses voor gemaakt. Ja. Het is een echt hoogst onaangenaam en kan natuurlijk uiteindelijk enorm misleidend zijn, want ze zijn er wel goed in, technisch gezien. Ja, want het lijkt echt. Ja. Infantiele klotenpret. Typisch adolescenten humor. Mm. De maker stuurde mij ook een bericht en die zei, zou je aan Maarten willen vragen wat hij ervan vindt? Nou, dat heb je bij Maarten deze. Maarten staat daar zeer kritisch tegenover, hou ermee op, met die flauwekul. Ja. Ja, bel mij gewoon op en vraag wat ik ervan vind. Ik heb nu ook uitgelegd wat ik van het winnende nummer vond. Ik zou zeggen, dat zou toch wel afdoende moeten zijn. Hmm, ja, wat we volgens mij ook doen is uren aan materiaal van jou spreken. Dat zou misschien wel uit deze podcast kunnen komen, want ik heb me een keer verdiept in die techniek. Dat laden ze in een systeem. En dat gaat dan eigenlijk aan de gang, dat gaat ratelen. En vervolgens kunnen ze dan in een soort van programma woorden uittypen. En aan de hand van dat bestaande materiaal kan die computer dan ook woorden die jij niet gezegd hebt, maar wel aan de hand van materiaal wat jij ooit hebt ingesproken, die woorden uitspreken. Omdat ze je timbre, je spreektempo, je stemgeluid, et cetera. Ja, nou god, het is allemaal computertovenarij, maar ik vind het dus niet, ik vind het niet in de haak. Ik vind het een vrij ingrijpende aantasting van je privacy, eerlijk gezegd. Ja. Je hebt het ook nogmaals, laat ze opbellen en vragen wat ik ervan vind. Ja. Ja, die borsten konden me geen malle moer schelen. Waar, ja, ik zei dat ik schijn in dat dingetje, ik heb dat filmpje verder alleen, laten we zeggen, oppervlakkig bekeken. Maar ik schijn te hebben gezegd, grote borsten. Dat zou mijn commentaar niet geweest zijn. Dat was op het beeld van Chantal Jansen inderdaad, die een jurk aan had waar haar voorgevel te zien was. Dus ja. Ja, dat schijn je bij zulke gelegenheden te moeten doen. Hè? Een soort van baljurk moet je aan, dat is bekend. Als je naar de televisie, als je ze hun zin laat doen, dan moet je voortdurend aparte kleding aan voor die flauwekul. Ja, het gaat nog, in Nederland weet iedereen wel dat ik helemaal geen zin heb om wat dan ook maar aan mijn lijf te hangen in verband met tv-opnames. Maar ik was nog eens in België voor een paar opnames en daar stond een mevrouw klaar met 6 ontzettend leuke hippe jasjes en shirts. En voor jou? Voor mij. Ze was bitter teleurgesteld toen ik zei, mevrouw, dit moet een misverstand zijn, want ik hou aan wat ik nu aan heb,
wat u daar ook van vindt. En zo niet, dan keer ik vanavond ook weer voor de uitzending terug naar Utrecht in Nederland. Ja, ze was wel gekwetst, dat moet ik zeggen. Het was een hele aardige mevrouw van gevorderde middelbare leeftijd. Een styliste heet dat, geloof ik. Hè? Laat je je wel grimeren dat een beetje de glim van je gezicht af is? Nou ja, dat is visagie dat wel. Want als je namelijk geen visagie doet, dat moet ik wel toegeven. Bij een aantal gelegenheden is het mij wel zo overkomen dat de zaken haastig uitgevoerd moesten worden. Of dat ik in een file had gezeten of dat soort dingen. En dat ik dus geen visagie had. En dan moet ik zeggen, bellen je familieleden op van heb je TBC? Was je misselijk? Je zag er grieperig uit. Gaat het wel goed met je? Nou, dat soort van dingen. Dus dat is onder die lampen in die studio's is dat wel noodzakelijk. Ja. Maar het interessante is, als je hier een citaatje bij de deur willen hebben, dan neemt niemand je ooit aan zegt van we moeten iets aan de visagie doen. Nee. Nee. Hey, Erik Gerritsen is deze week gestopt op het ministerie van VWS. Ik weet niet of je het stuk gezien hebt, ja, in NRC. Hij is de Hugo de Jonge is politiek verantwoordelijk en Erik, ja, Gerritsen is de secretaris-generaal, dus ambtelijk verantwoordelijk, zeg maar, voor het ministerie. En ik had eventjes één stukje eruit gehaald. Hij waarschuwde in het stuk, een soort van afscheidsartikel, voor de inquisitiedemocratie. En wat hij eigenlijk bedoelt is, er wordt heel veel kritiek gegeven door Jan en Alleman. Hebben we in deze podcast natuurlijk ook wel eens aan meegedaan. Maar hij zegt, door alleen maar naar de schuldigen te wijzen, durven ambtenaren zo meteen en ook politici helemaal niets meer. En dan durven ze ook geen risico's meer te nemen. En dan moeten we vanaf. Nou, daar zit misschien wel wat in. Maar ik zou toch in dit geval, ik heb het stuk ook net zitten lezen. Hij zegt ook van ja, moet dat nou wel met al die parlementaire onderzoeken die naar deze kwesties zullen worden gehouden in de naaste toekomst, daartoe is al besloten. Ik vind toch wel dat we die onderzoeken moeten doen, maar die kun je ook doen met een laten we zeggen, wat ruimer historisch besef, dat je beseft dat ook zo'n ministerie natuurlijk verrast was door de gebeurtenissen, totaal onvoorbereid was. Je kunt je bijvoorbeeld wel afvragen, hoe komt het dat we... Er is vrij regelmatig in de afgelopen 20 jaar gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een pandemie. En dan is het wel interessant om te weten waarom we totaal niet bleken te zijn voorbereid op de pandemie toen die er was. Die ambtenaar heeft natuurlijk groot gelijk in de zin dat ja, daar worden fouten gemaakt. Zo'n ministerie moet ineens niet waar vanuit nul met een enorme snelheid uit de startblokken verdwijnen. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat hij wel eens vond dat de kritiek niet terecht was. Dat begrijp ik wel. En nogmaals, je moet geen perfectie verwachten, maar het is wel nuttig om te onderzoeken waarom dingen misgegaan zijn. Want dan kun je ze eventueel corrigeren bij een volgende gelegenheid. Ja, maar ik had het idee dat hij dat niet zo erg vond, maar met name dat de heftigheid van die kritiek ervoor zorgt dat mensen, ja, op het ministerie niks meer doen. Ja, dat stapte ik ook wel een beetje in. Laten we zeggen, in de situatie ingepakken. Zo'n dergelijke pandemie in deze vorm. Daar wordt door mensen heftig op gereageerd. En er zijn natuurlijk ook een aantal vrij kardinale fouten gemaakt. Volgens mij niet zozeer door het ministerie, maar met name in die verpleeghuizen. Niet waar al erg veel doden zijn gevallen, waarbij je afvraagt, was dat nou wel nodig? Er is toch wel betrekkelijk laat in Nederland met vaccineren begonnen. Dat had misschien toch wel een maandje eerder gekund. Bleek elders ook eerder te kunnen. Ik weet niet precies wat de oorzaken daarvan zijn. Maar dat er gewopperd is, begrijp ik wel. Ja, dat moet met mate. Alles moet met mate. Extremiteiten zijn, extremisme is altijd verwerpelijk in alle denkbare opzichten. En ik vind wel dat onderzocht mag worden. Ja. Dus ik heb wel begrip voor hem, zonder meer. Maar ik vind tegelijkertijd dat die parlementaire onderzoekingen, dat die wel moeten plaatsgrijpen. Dat denk ik ook wel gaat wel gebeuren, denk ik. Ja, dat denk ik wel. En dat moet met dat hele idee natuurlijk dat voor altijd alles schuldigen worden gezocht. Daar ben ik het wel mee eens dat dat niet juist is. Ik vond nog één ander. Schuldigen, schuld is een lastige zaak. Dat kan individueel toegerekend worden. Ja. Is Stalin schuldig aan die ellende in de Sovjet-Unie? Ja, voor een belangrijk gedeelte wel, maar zo werkt onze samenleving totaal niet. Bij ons is, als iets fout gaat, is dat het gevolg van een systeem.
En is dat niet een specifiek individu die op gemene wijze iets fout heeft gedaan? Zo is het niet, naar mijn idee. Nee. Daar zei hij ook nog wel iets interessants over. Dat stond ook in dat stuk. Hij zei, we moeten eigenlijk het bedenken van het beleid, of het uitwerken van het beleid en de uitvoering, dat is nu losgekoppeld. Hij was er wel voorstander van om de mensen die het beleid maken ook te betrekken in het uitvoerende gedeelte, zodat je ziet hoe dat uitwerkt, dat beleid. Sowieso zouden wij in iets hogere mate dan nu het geval is, ook bij de formulering van beleid of de formulering van wetgeving, ons af moeten vragen hoe uitvoerbaar het eigenlijk precies is. Daar is ook de laatste tijd heel veel over geschreven en gezegd. Veel wetgeving is slordig. Veel wetgeving blijkt in de praktijk niet te werken of blijkt zelfs in de praktijk averechts te werken. Dus ja, daar moet je wel aandacht aan besteden. Ja, hij zei het er al... wordt namelijk aan de lopende band beleid geproduceerd wat in feite weinig effectief is. Ja, en deze Erik Gerritsen die zegt in dat artikel, ik zei dat al voor dat de hele toeslagenaffaire aan het rollen kwam. Maar toen kwam corona en toen had hij wat anders te doen. Ja. Wij zijn vorige keer gestart met de Duitse bondskanseliers. En we zijn bij Kohl gebleven. We waren al heel eind gevorderd en we hadden al gezegd hoe nuttig het was. Als ik het mij wel herinner, dat Kohl dat allemaal wat in tempo versneld had. Maar ik had volgens mij ook verteld dat dus begin september in feite dat verdrag getekend is waarbij de DDR opgeslokt is door de Bondsrepubliek. Maar veel mensen vonden dat te snel ging en dat er een nieuwe grondwet moest komen enzovoort. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Niet waar in een soort slurpende beweging, zoiets, heeft de BRD de DDR opgeslokt. Ik denk zelf dat dat achteraf gezien een goede oplossing is geweest. En waarom denk ik dat? Omdat op het moment dat dat gebeurde, laten we het niet vergeten, stonden er nog honderdduizenden Russische soldaten in de DDR. Op het hoogtepunt waren dat er 400.000, misschien was dat al wel iets minder, maar je moet rekenen, daar zullen zeker 300.000 Russische soldaten aanwezig zijn geweest. En nu gaan we iets vooruit in de tijd en we zitten in de zomer van 1991, dus dat is een jaar wat daarop volgt. En wat gebeurt er in de zomer van 1991? Er wordt een coup gepleegd in Moskou. Die coup is totaal mislukt. Je had het verkeerd aangepakt en Janajev was zenuwachtig of bezopen, want zijn hand trilde helemaal bij de persconferentie. Nou, kortom, de zaken lopen al snel helemaal mis. Jeltsin grijpt zijn kans en wordt de held van de dag. En tenslotte zal Jeltsin ook de grote overwinnaar zijn van dat toneelstuk en verdwijnt natuurlijk Gorbachev eind december 91 in de... Nou, niet in anonimiteit, want dat was in zijn geval onmogelijk geworden, maar hij verdwijnt in het black hole van de geschiedenis, laten we het zo. Het zwarte gat van de geschiedenis. Maar stel je voor dat die coup geslaagd was. Stel je voor dat... dat is interessant. Bijna worden wij getroffen door de racefiets van de overbuurman. Maar lekker fietsen als ik het zo bekijk. Moet je kijken. Dat zadel, als ik naar dat zadel kijk, kijk nu al spontaan pijn aan mijn reet. Dat is wel, dan moet je wel een heel sportief achterwerk hebben. Wil je daar een beetje comfortabel op kunnen zitten, lijkt Tom mij. Tom Dumoulin zadel. Ja, dat wel. Ja, nou ja, die heeft tegenwoordig wat soepeler zadels nodig, begreep ik, om er weer in te komen waarschijnlijk. Ja, de fiets heeft ook geen spatborden. Dat lijkt mij met name in Nederland toch een vrij onhandig, eerlijk gezegd, zonder spatborden. En hoef je maar door een plasje te rijden en dan ben je zowel voor als achter ben je doorweekt in feite. Kortom, ik ben blij dat ik geen racefiets heb, maar ik overweeg wel eens een elektrische fiets aan te schaffen. Dat moet ik wel zeggen. Die gaan ook heel hard, hè? Ja, er komt nog een tweede fiets bij. Interessant is dit allemaal. Maar ja, laten we ze rustig laten prutsen aan hun fietsen. Dus ja, stel je voor dat de coup geslaagd was. Wat dan? Dan hadden die 300.000 soldaten er nog dus gestaan. En dan zouden de Russen misschien hebben gezegd, ja, dat heeft Gorbachev jullie wel allemaal wel beloofd. En de Bondsrepubliek heeft wel 36 miljard betaald aan ons om die zaken te bespoedigen. Eigenlijk een soort van verkoopactie. Maar wij voelen er niks voor. Het is helemaal verkeerd en we zijn er helemaal tegen. En die troepen die staan er nog steeds. Dus ik zou zeggen, ze zetten het hele proces best op. En dan gaan we op zijn minst opnieuw onderhandelen en dan zullen we eens kijken wat er in principe uit gaat komen. Dus uiteindelijk heeft
Kool, ik weet niet of hij dat ook overwogen heeft. Van ja, laten we het zo snel mogelijk doen. Want je weet maar nooit. Hè, zolang de omstandigheden zo zijn dat de Russen nog hele vervelende dingen zouden kunnen doen. Moeten we zorgen dat het gebeurd is. En ik denk dat hij in dat opzicht dus gelijk heeft gehad. Nogmaals, de coup mislukt. Je weet niet wat er gebeurd zou zijn als de coup geslaagd zou zijn. En of er dan onderhandeld, opnieuw onderhandeld zou zijn, dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat Kool in principe gelijk heeft gehad van laten we nu de mogelijkheid er is, het zo snel en doortastend mogelijk uitvoeren. En wat dat betreft, ik ben begonnen mijn verhaal over Kool dat ik het altijd nogal een dikke nitwit vond. Onnozelaar eigenlijk. Maar je moet zeggen, hij was beter dan zijn reputatie. Op het moment dat hij werkelijk iets van belang moest doen, namelijk de hereniging van Duitsland in 89-90, moet je zeggen, dat heeft hij er voortreffelijk van afgebracht. Vervolgens heeft hij de bekende klassieke fout gemaakt dat hij te lang is blijven zitten, niet waar? En dat heeft meteen weer tot slijtage geleid en uiteindelijk is hij natuurlijk gesneuveld, ja, in een zaak waarbij hij enorme geheime rekeningen had, waar campagnegelden opgestort waren. Nooit verstandig. Hè? Dat is, waarom lui die toch op zichzelf wel een vrij verstandige indruk maken, dit soort van stomme dingen doen? Denk aan Sarkozy, die ook in allerlei rare rechtszaken verwikkeld is geraakt. Dat je denkt, had dat niet gedaan? Je weet dat het, als je op die positie, hoge bomen vangen veel wind. Doe het niet. Hè. Ja, er komt een ontzettend leuke stagiaire binnen met zo'n doos met een pizza erin. En die stagiaire, die is duidelijk dat die wel zum haben is. En nou ja, ik denk in dit geval aan Clinton. Niet waar, Monica Lewinsky. Doe het niet. Hè. Moet ik zo toch zeggen, ja, je bent president geworden. Daar moet je ook iets voor over hebben. Dat je misschien een aantal lusten en instincten tijdelijk af kunt remmen. Want daarna ben je eenmaal als president af, dan kun je doen en laten waar je zelf zin in hebt, als je privéburger bent geworden. Maar ook in het geval van Sarkozy en Kool, ja, heb ik moeite om te begrijpen waarom ze zulke stomme dingen hebben gedaan. Omdat je natuurlijk ook in dit soort functies vijanden maakt en ja. Mensen die elke kans zullen aangrijpen om jou zwart te maken of onderuit te halen. Dat, ja, zo zit de wereld in elkaar. Het is niet mooi, maar zo zit de wereld wel eens een beetje in elkaar natuurlijk. Dus ja, ik heb ook mijn advies in dit geval voor de vele podcastluisteraars die natuurlijk nog bestemd zijn voor hele hoge functies. Ik weet niet precies wat hun ambities zijn, maar ik zou zeggen, wees verstandig. Doe geen dingen, niet waar, die indruisen tegen het burgerlijk wetboek of het wetboek van strafrecht. Eventueel laat u zich adviseren door iemand die juridisch op de hoogte is. Kool heeft er 16 jaar gezeten, volgens mij. Hij heeft er 16 jaar gezeten, ja. Ik denk dat Merkel is nu aan haar 15e jaar bezig. Of ze Kool gaat kloppen, weet ik niet. Dat moeten we even afwachten. Het zal ongeveer, kortom, we kunnen generaliserend stellen. Merkel heeft het even lang gedaan als Kool. Op zichzelf is natuurlijk deze enorme continuïteit, is reclame voor het Duitse systeem. Maar heeft er natuurlijk nog een kanselier tussen gezeten, namelijk Gerhard Schröder. De bekende man die een rechtszaak heeft aangespannen omdat iemand had gezegd dat hij zijn haar had geverfd. En hij zei, nee, ik heb het niet geverfd. Ik weet overigens niet hoe de rechtszaak is afgelopen. Dus ik meen mij dat vaag te herinneren. Dat is ook meer. Ja, kennelijk is dat toch bij mannen. Je hebt natuurlijk mannen die hun haar verven, dat komt voor. Daar zou ik ook zeggen tegen die luisteraars die het voornemen hebben om, nu ze wat grijzer worden, hun haar te laten verven. Doet u dat nou niet? Het is nergens voor nodig. Zelfs bij vrouwen zou ik zeggen, stop met die ijdelheden. Vaak zijn oudere vrouwen met grijs haar juist veel aantrekkelijker dan wanneer ze bijvoorbeeld ravenzwart haar hebben. En je denkt, god, zouden ze indianenbloed hebben of zoiets dergelijks. Wat is dat voor een rare toestand? Doe het niet. Haarververij is echt totaal overbodig. Het is gewoon een natuurlijk proces waarbij dat haar geleidelijk aan grijzer wordt en tenslotte, als je maar lang genoeg leeft, verdwijnt het vrijwel compleet. Hè? Hele geruststellende gedachte in allerlei opzichten. Waar waren we? Bij Merkel natuurlijk. Hè? Schröder hebben we gehad, ik geloof wel. Schröder hebben we nog niet gehad. We hebben Kool, waar we op het einde toen moest je eten, want toen was het, we waren veel te laat. Dat is waar, ik was veel te laat. Ja, ja. Jongen, ja. Ja, de appeltjes waren in nood geraakt.
Nou, dan moeten we eerst even Schreuder doen. Die er natuurlijk relatief kort heeft gezeten. Maar nog wel een jaar of zes, dacht ik. Het doet even uit het hoofd. En Schreuder heeft natuurlijk veel minder goede pers gehad dan zijn voorganger en zijn opvolgster. Maar Schreuder heeft toch een hele nuttige rol gespeeld. En dat komt omdat hij een aantal weinig populaire maatregelen heeft genomen die de Duitse verzorgingsstaat wel, heb ik begrepen, nuttig hervormd hebben. In die zin heeft Merkel kunnen profiteren van de nuttige maatregelen die Schreuder heeft genomen. Dat heet ook de Hartz-maatregelen, H-A-R-T-Z, omdat die meneer die die maatregelen heeft bedacht en uitgevoerd in opdracht van Schreuder, die heet meneer Hartz. Dus ja, Schreuder heeft een nuttige rol gespeeld, maar zit een beetje klem tussen die twee, nou ja, 16 jaar zittende bondskanseliers natuurlijk. Maar ook Schreuder was in ieder geval geen slechte bondskanselier. Bij die verkiezing waar hij tenslotte gewipt wordt, daar was, had hij ook geloof ik even praktisch evenveel stemmen als Merkel. Maar na allerlei onderhandel bleek, is Merkel toen gestart als bondskanselier. Nou ja, dan hebben we Merkel zelf. Nog even over die Hartz-maatregelen. Ja. Wat waren dat voor maatregelen? Nou, dat weet ik niet precies, eerlijk gezegd. Maar het kwam er in feite op neer dat nou ja, echt uitwassen van het sociale systeem, dat die wel bijgesnoeid zijn. In hoeverre dat nou sociaal verantwoord was, weet ik niet. Maar je leest altijd, de Hartz-maatregelen hebben hele nuttige effecten gehad in Duitsland. Misschien moeten we dan nog wat breder trekken, want daar kunnen we wel iets verstandigs over zeggen. Dat met name in de Angelsaksische pers. Nee, we gaan nog een stap terug. Na Thatcher in Engeland natuurlijk, die komt in 1979 aan de macht. Die heeft er ook een hele tijd gezeten en haar opvolgers hebben in principe ongeveer een vergelijkbaar beleid gevoerd. Zelfs Blair, haar opvolger. En eigenlijk gaat het dan, in Engeland gaat het een stuk beter, hoewel de werkloosheid niet significant daalt. En in de jaren 90 zijn in de Verenigde Staten boomjaren. Het ging echt geweldig goed in de Verenigde Staten. Het werd alom geprezen als de Great Jobs Machine. En ja, wel als je kijkt naar het aantal gecreëerde banen per hoofd van de bevolking, deed Nederland het beter in de jaren 90 dan de Verenigde Staten. Maar goed, ook bij ons ging het enorm voor de wind in de jaren 90. De internationale financiële pers wordt sterk gedomineerd door Engelstalige kranten en bladen. En die waren eigenlijk allemaal van mening dat van, moet je eens kijken hoe goed het gaat met die Angelsaksische landen. Die hebben wel een beetje het buskruit uitgevonden, vooral Amerika. Maar in Engeland gaat het ook een stuk beter sinds Thatcher daar allerlei dingen heeft gedaan. En Duitsland was in al die stukken een beetje het kneusje van de week, het kneusje van het decennium. En er werd ook een beetje laatdunkend geschreven over Duitsland. Ja, dat ging allemaal niet goed. En zouden veel meer dus de neoliberale kant op moeten gaan. Er was veel te weinig neoliberaal gehervormd in Duitsland. En nou ja, kortom, het Duitsland werd altijd afgeschilderd als het land wat de boot gemist had. He, dus wat een succes van Angelsaksische landen en Duitsland. Iedereen weet natuurlijk dat er vervolgens, wanneer zal dat geweest zijn? Na 2010, waar eigenlijk al in de loop van de nieuwe eeuw iets heel merkwaardigs bleek. Namelijk dat eigenlijk voornamelijk de Verenigde Staten en Engeland de boot gemist bleken te hebben. Niet waar, vooral in de kredietcrisis natuurlijk. En dat het met Duitsland verrassend goed ging. Namelijk geweldig goed ging. Duitsland is, nu is natuurlijk China de grootste exporteur ter wereld, maar heel lang is Duitsland de grootste exporteur van industriële goederen ter wereld geweest. Wat knap is. Ja, wat enorm knap is, want China heeft toevallig 1,4 miljard inwoners, in Duitsland heeft er 80 miljoen inwoners en vergrijst in een vrij hoog tempo. Dus ja, dat is een hele bijzondere zaak op zichzelf en daar zie je aan dat de wijsheid van de dag of de wijsheid van de week of hoe je het precies wil noemen, niet waar, dat vaak totaal niet klopt. Dat het beeld kan kantelen, niet waar, als je bijvoorbeeld 10 of 15 jaar verder was. Want er werd bij al dat gepraat over Duitsland natuurlijk totaal geen rekening gehouden met die enorme taak die de West-Duitsland op zich had genomen, niet waar, om het zieke broertje, namelijk de DDR, die ze opgeslokt hadden, om die in feite op de been te brengen.
met nieuwe infrastructuur. Die hele industrie moest gesaneerd worden, daar hebben we het over gehad. Kortom, Duitsland heeft, ik weet niet, ondertussen al 2000 miljard euro, als ik het wel heb, in de voormalige DDR gestoken. En ook in Duitsland moest je een soort van extra belasting betalen. Ik meen 10% extra inkomstenbelasting, waarmee dit allemaal gefinancierd is. Dus Duitsland heeft ook nog eens een keer deze, laten we zeggen, deze enorme kostbare renovatie van de DDR moeten uitvoeren. Dus ik moet zeggen, de Economist, dan ben ik eigenlijk vergeten of dat een ingezonden brief was of een redactioneel, maar de Economist heeft op een goed moment wel gesignaleerd, ja, misschien hebben we het toch niet helemaal zo goed gezien en misschien is het toch wel in de Angelsaksische landen iets meer mis eigenlijk dan in Duitsland, wat wij toch beschuldigd hebben van, nou ja, enzovoort. En ja, Duitsland heeft het in feite in die hele tijd, in de hele nieuwe eeuw, verrassend goed gedaan natuurlijk. Godzijdank, aangezien Duitsland natuurlijk de dominante economie van Europa is. Want ja, het zou eigenlijk voor de Europese Unie wel een zegen zijn als de andere grote economieën in de EU, namelijk Italië en Frankrijk. Spanje is ook wel een vrij grote economie, maar is toch ook een beetje een tweederangs land op dit punt. Maar als met name Italië en Frankrijk natuurlijk, wat toch relatief grote economieën zijn. Engeland is eruit gestapt, zoals we weten. Dat die toch ja, iets beter gaan functioneren. Italië is toch eigenlijk permanent het kneusje van de EU. En omdat Italië relatief groot is en het een relatief grote economie is, niet waar, kan een eventuele extra probleem in Italië kunnen heel vervelende gevolgen hebben voor de EU als geheel. En je zit natuurlijk ook met het probleem dat omdat Duitsland het zoveel beter doet dan Italië en Frankrijk, dat dat ook weer problemen binnen de EU geeft. Gelukkig dat Duitsland en Frankrijk redelijk met elkaar op kunnen schieten. Maar Italië zou er wel verstandig aan doen. Mag ik ook alle Italiaanse luisteraars naar deze podcast oproepen. Zorgt u nou dat Italië eindelijk eens op de rails komt en zijn zaken op orde heeft. We gaan ze nu flink helpen met die coronasteun. Laat ze dat ook nuttig besteden en niet, dat dat niet allemaal weer corrupt weglekken. Zoals zoveel dingen die in Italië altijd weglekken. Hè? Ja, je geeft een enorme hoeveelheid geld uit om Pompeji op te knappen. Je kijkt 25 jaar later en het geld is weggelekt. Ja, hoe dat kan dat? Nou ja, je hebt landen waar voortdurend van alles weglekt. In de verkeerde richting. Ook allerlei nuttige gelden van de EU. Dus ja, dat zou. Duitsland heeft zich enorm ge. Nee, laat ik het anders zeggen. De financiële pers, de Angelsaksische financiële pers, die zou toch enig zelfonderzoek kunnen doen van hebben wij dit allemaal wel goed gezien, ja of nee. Hebben ze toch enorm laten meezuigen met dat trompetgeschal over dat neoliberale beleid en hoe geweldig dat allemaal wel niet was. En uiteindelijk bleek Duitsland het dus veel beter te hebben gedaan dan Engeland en de Verenigde Staten. Sowieso is het een land wat, merkwaardig genoeg, langzamerhand een stuk beter in elkaar steekt dan deze landen, Engeland en de Verenigde Staten, die wij juist zo bewonderd hebben na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Vanwege het feit dat ze de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog waren. En Duitsland natuurlijk de grote verliezer, niet waar. Toch in allerlei opzichten natuurlijk een zwarte bladzijde in de 20e eeuw zonder meer. Maar Duitsland heeft zich gerevancheerd. En dat hebben we ook wel een beetje duidelijk gemaakt uit het feit dat die bondskanseliers eigenlijk zonder uitzondering redelijk bekwame en competente lieden waren. Want dat is Merkel, zoals alles algemeen bekend is, ook. Want voor Merkel was het. Kijk, Duitsland heeft onvermijdelijk de leiding in Europa. Dat komt omdat het de grootste en de meest succesvolle economie is. Dat betekent natuurlijk dat ook wat betreft betalingen aan de Europese Unie. Hè, ja, je weet, veel Nederlanders denken dat wij de hoofdbetalers van de Europese Unie zijn. Nederland, van de hele rest betaalt nooit wat, geen cent. Ook al die gebouwen in Brussel, allemaal betaald door Nederland. Het is onbegrijpelijk. Als we geen lid zouden zijn, dan zouden we zoiets als Dubai worden, bij wijze van spreken.
Dat is allemaal gelul. En van de bovenste plank, je betaalt naar rato van je bruto nationaal product. Dat doen wij. Dat doet Duitsland. En het Duitslandse bruto nationaal product is een stuk groter dan het Nederlandse. En dus betalen de Duitsers veel meer aan de Europese Unie dan wij doen. Dat ligt nogal voor de hand. En ik wijs er nogmaals op voor vrienden van de EU. Dat u kunt dit argument rustig gebruiken. Want het is juist. En het probleem van Duitsland is dat het verleden van Duitsland altijd enigszins schemaachtig achter Duitsland zichtbaar is. Niet waar? De onbegrijpelijke gewelddadige explosie van dat land tussen januari 33 en mei 45. Dat blijft een, in alle opzichten een raadselachtige historische gebeurtenis. Maar ja, het was wel Duitsland. En oké, we hebben nu een heel ander Duitsland. Duitsland is in alle opzichten kleiner geworden. Naar mijn idee ook wat betreft dat explosieve aard van het Derde Rijk is Duitsland wel een beetje een uitgebluste vulkaan. Maar desalniettemin, we denken toch altijd bij Duitsland altijd toch wel even ja. aan het verleden. Maar is het zo dat wat ze hebben, die periode, heeft die bijgedragen aan waar het land nu staat? Nou, in die zin dat Duitsland zijn ambities verloren is. Kijk, ja, heel Duitsland is natuurlijk een staat die pas in 1870, 71 tot stand gekomen is. Die aanvankelijk zich wel bescheiden en verstandig opstelde onder Bismarck, maar dan toch in de greep raakt van zijn eigen economische succes. Want Duitsland was een hele succesvolle en snelle industrialiseerde na een bepaald moment, zeker na die... Nadat het één groot land was geworden in feite. En ontwikkelde ook navenant de ambities die wij kort kunnen samenvatten in een bekende term uit de discussie over deze vraagstukken. Namelijk dat de Duitsers zei, het is Weltmacht oder Niedergang. Als wij er niet in slagen zeg op hetzelfde niveau te raken als het British Empire, wat toen nog heel indrukwekkend was. Dat bleek ook niet zo indrukwekkend te zijn, tenslotte als iedereen dacht, maar toch. En natuurlijk met name de Verenigde Staten en de mogelijkheden van Rusland op lange termijn. Wij moeten op hetzelfde niveau, want anders worden we hier toch als een leeg bierblikje, worden we hier samengeknepen in Europa tussen Frankrijk en Rusland. Nou, kortom, Weltmacht oder Niedergang. En ja, die energie of die ambitie die zat in Duitsland en die is natuurlijk door de nazi's optimaal uitgebolken. Misschien ook dat ze schijnbaar oplossingen boden voor grote maatschappelijke problemen die er ook in Duitsland waren natuurlijk. Denk aan de economische crisis. Maar ja, ik denk wel dat die explosie van energie en geweld dat die zodanig is geweest dat Duitsland in die richting geen ambities meer heeft. Dus een uitgebluste vulkaan is. Ja, maar dat ze er nu zo sterk voor staan, kan ook voortkomen uit het feit dat ze denken, we hebben iedere keer toch die geschiedenis. Nou ja, dat is een heel ander vraagstuk in feite. Namelijk, ik weet niet of we dat wel eens behandeld hebben. Maar natuurlijk 10 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Als je buitenlandse commentaren leest op de situatie in Duitsland in 45, 46. Nou, dit is hopeloos. Dit is niet meer herstelbaar. Dit is zo verschrikkelijk. Een groot deel van de grote steden werd gebombardeerd. De ruïnes waren verbijsterend, laten we het zo zeggen. 10 jaar later was West-Duitsland, dat hebben we besproken. De DDR was bezet door de Russen en er werd daar leeg gestolen en dat ging economisch helemaal niet goed. Het hele Silesië was natuurlijk naar Polen gegaan. Dus die rompstaat van West-Duitsland produceerde 10 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog meer industriële goederen dan Duitsland ooit eerder in zijn geschiedenis had gedaan. En dat zie je wat er mogelijk is als je een hooggeschoolde bevolking hebt, want die was er. En het is heel lastig om fabrieken zodanig te bombarderen dat ze niet meer bruikbaar zijn. Ik zal maar zeggen, de bekende fabriek van Volkswagen in Wolfsburg. Die is vrij regelmatig gebombardeerd, maar daar, die kon na wat aanpassingen kon die eigenlijk binnen een jaar weer gaan draaien. En Duitsland had natuurlijk een hele moderne industrie, een hooggeschoolde bevolking, die bereid was flink de handen uit de mouwen te steken. En je ziet 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog, kijk eens aan. Zei Margaret Thatcher niet, ja, godverdomme, althans, zij
Goddamn, hè. We hebben ze 2 keer totaal verslagen en daar zijn ze er weer. Ze zijn er weer. Ze doen het beter dan wij. Ze konden gewoon niet over uit hoe erg ze dat wel niet vond. En ja, dat Duitsland, die schema van dat explosieve Duitsland. Als je even aan een vulkaan denkt, weet ik veel, de Merapi of zo, die dan ook fantastisch. Ja, dat is voorbij, maar we zien het altijd nog wel. En Merkel moest, die onvermijdelijkerwijs de leiding had in de Europese Unie, moest tegelijkertijd die leiding zo uitoefenen dat de anderen niet zeggen, daar heb je dat klote Duitsland weer, altijd maar de baas spelen, wat een donder, ja. En ik denk dat ze dat fantastisch gedaan heeft. Dat ze op een hele bescheiden wijze, waardoor het moeilijk was voor de andere partijen in de EU om zich er verschrikkelijk aan te ergeren, toch leiding heeft gegeven in de moeilijke momenten die de EU heeft doorgemaakt. Denk aan de eurocrisis bijvoorbeeld. Daarbij moest ze natuurlijk ook nog rekening houden met haar achterban. Omdat in Duitsland het hele idee dat Europa als de EU als institutie geld zou gaan lenen. En dat we op die basis ook landen zouden kunnen helpen. Nou, dat was in Duitsland eigenlijk onbespreekbaar. Daar kwam het op neer. Daarom is het ook interessant dat natuurlijk door de coronacrisis Macron en Merkel uiteindelijk besloten hebben dat dat wel kan. Maar ik denk dat Merkel dat alleen kon doen omdat ze wist, dit is mijn laatste termijn. Ik stop ermee in het najaar van 2021, van dit jaar. Het is een vrijwillige keuze, hè? Wat? Een vrijwillige keuze dat ze stopt. Ja, dat is vrijwillig, ja. Ja, maar ik denk, ze worden wel erg lang allemaal. Dat vind ik ook niet verstandig. Ja, maar dan weet ze dus wel, het is nu mooi geweest. Ja, zij weet, het is nu mooi geweest. En misschien kan ik nog een aantal nuttige dingen doen. Ik las nu al een stukje dat eigenlijk vanwege al die verkiezingen in Berlijn de boel al een beetje stilstaat. Maar ik denk al met al heeft Merkel op een hele opmerkelijke, zakelijke en verstandige manier leiding gegeven gedurende ruim 15 jaar is het ondertussen. En dan kunnen we natuurlijk op het bekende punt van wir schaffen das. Dat is naar mijn idee is dat toch het hoogtepunt van haar carrière. Want ten eerste moest er een praktisch probleem worden opgelost. Die vluchtelingen waren al in Europa. Wat ga je daar precies mee doen? Je kunt ze niet verzuipen of terugsturen. En toen heeft ze gezegd, wir schaffen das. Daarbij niet ondersteund door een aantal van die wonderlijke landen in Oost-Europa. Die denken dat als je 1 immigrant binnenhaalt, dat het einde van de natie nabij is. Ik denk aan Hongarije en aan Polen. Ze hebben het geschaft. Ja, er zijn ook wel wat problemen geweest. Die hebben elke immigratie veroorzaakt. Sociale frictie, dat is een algemeen bekend feit. Daar moet je niet moeilijk over doen. Althans, in dit geval hadden ook die vluchtelingen, zeker de Syrische vluchtelingen, alle reden om op de vlucht te gaan. Dat er ook allerlei andere vluchtelingen tussen zaten, dus vers 2, die misschien iets minder recht hadden om Europa binnen te komen. Ik weet niet hoe dat verder is afgelopen. Maar ze hebben het geschafft. Daar komt bij. Het schijnt dat Duitsland feitelijk ongeveer 1 miljoen arbeidskrachten per jaar extra nodig heeft om de vergrijzingseffecten op te vangen. Al zullen die misschien ook gedeeltelijk technologisch opgevangen kunnen worden. Maar ik denk dat je voor Merkel wel de vlag kunt uitsteken. Maar waarom vind je dat het hoogtepunt uit haar carrière? Omdat ze ook laten we zeggen, een heel moeilijk besluit heeft genomen. Wat naar mijn idee ook praktisch noodzakelijk was. Maar wat ook moreel noodzakelijk was. Hadden we gezegd, ja, wacht nou eens even. Die lijn zijn misschien wel op weg, maar we willen ze absoluut niet hebben. Ja, dat is een dilemma waar natuurlijk Europa nog steeds mee worstelt. Al die mensen die in wrakke bootjes naar Europa komen. Daar zul je toch op termijn iets aan moeten doen. Ja, je zult aan termijn toch iets moeten doen aan die mensen die op die Griekse eilanden zijn achtergebleven. Waar we kijken allemaal studieus de andere kant op. We willen er allemaal niks mee te maken hebben. Dat is natuurlijk een hele droevige zaak. Het is zaak dat Europa dat gezamenlijk oplost. En dat is een zaak die Europa ook heel goed gezamenlijk op kan lossen. Maar dan moet je wel gezamenlijk tot beleid komen. En dat wordt systematisch natuurlijk wordt dat gesaboteerd door een aantal landen in Europa. En dan kan niet zeggen dat Nederland op dat punt nou een erg indrukwekkend beleid voert. Tegendeel is het geval. Dus ja, ik vind dat Merkel daar een glorieuze rol in heeft gespeeld, ja.
Wat betekent het dat ze nu zometeen niet meer in Europa... Nou ja, dat moeten we even afwachten. We moeten niet precies weten wat er komt na Merkel. Ja, wel is natuurlijk die meneer Laschet, dat is een Merkeliaan, als je dat zo kunt noemen. Dat is de president van een van de lenden van Noord-Rijn-Westfalen, het grootste Duitse bondsland. Uit Aken komt hij volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Dat is Noord-Rijn-Westfalen natuurlijk. Dat is ook het Duitse bondsland, dat ongeveer evenveel inwoners heeft als Nederland en ongeveer even groot is. Precies. Geeft je ook een beetje een gevoel van betrekkelijkheid ten aanzien van Nederland natuurlijk. Want die andere meneer, waarmee die nog zeg maar in een wedstrijd was, die kwam uit Bayern, hè? Ja, die is veel conservatiever. Die schijnt ook wel veel steun te hebben. Maar goed, Laschet is ondertussen gekozen tot in ieder geval de leider van de partij van het CDU. We moeten afwachten hoe dat gaat. We weten helemaal niet hoe die verkiezingen zullen aflopen. Er wordt nu hoog opgegeven van de Groene Partij. En dat zou eventueel kunnen leiden tot een coalitie van Groenen en CDU-CSU. Dat blijft op dit moment allemaal koffiedik kijken. Ik heb geen flauw idee. Maar we hebben in Europa en in de Europese Unie alle belang bij stabiliteit in Duitsland. En ook natuurlijk bij stabiliteit in het Duitse economische succes. Niet waar, daar zijn wij ook in Nederland voor een niet onbelangrijk gedeelte zijn wij daarvan afhankelijk. Van het Duitse economische succes, 30% van onze export en import, niet waar betreft Duitsland. Blijft een beetje gek dat we altijd, eigenlijk al jaren en jaren, met onze rug cultureel en politiek gesproken eigenlijk naar Duitsland toestaan. En je weet, elke klapscheet, niet waar, uit de Verenigde Staten, dat is in Nederland groot, groot nieuws. Het journaal begon gewoon met een tweet van Trump. Dat je denkt, hoe is dit nou toch mogelijk? Hè? Kom op. Ik bedoel, gedraag je normaal. Halve garen. Ja. Nou, in ieder geval de basis die Merkel heeft, of zo meteen achterlaat, is natuurlijk wel een gezonde basis om voor de opvolger... Ja, het is op zichzelf een land waar het heel behoorlijk mee gaat. En natuurlijk ja, na dat verleden. Maar dat verleden is er ook altijd vaag op de achtergrond. Ja. Ik kan nog één vraag naar aanleiding van de vorige aflevering. Dat ging over dat is volgens mij de Tweede Wereldoorlog nog. En toen ging het over de strijd tussen de Amerikaanse en de Duitse soldaten. En de vraag die daarover gesteld wordt, nou laten we even luisteren. Thijs heeft hem ingesproken. Het gaat over waarom daar nou krachtverschil tussen zit. Hey Maarten en Tom. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Zo ook naar die van vandaag over de Duitse bondskanseliers na de Tweede Wereldoorlog. Eén opmerking daarbij over de open vraag die jullie stelden ten aanzien van waarom de Duitsers zo goed konden vechten of bleken te kunnen vechten tijdens de oorlog. Ik heb wel eens gehoord dat mede te maken heeft met het feit dat de Duitsers eigenlijk voortdurend gedrogeerd waren. Dus dat ze een mix hadden van crystal meth en allerlei GHB, allerlei andere rotzooi. Waardoor ze eigenlijk een veel beter uithangingsvermogen hadden, veel minder angst hadden en veel gemotiveerder waren. En dat het daardoor eigenlijk een stuk soepeler ging. Dus ja, ik was benieuwd naar jullie mening daaromtrent en of dat hout snijdt. Dat snijdt hout, maar dat snijdt in die zin ook weer wat minder hout. De suggestie van de vraagsteller is natuurlijk een beetje dat die Duitsers die spullen wel hadden. Ik ben nou Everdrine was het geloof ik, als ik het me goed herinner. En dat die ontzettend brave geallieerde legers dat helemaal niet deden. Maar dat is een ingrijpende misvatting. Soldaten uit alle richtingen en vrijwel alle landen hebben deels gedrogeerd gevochten, ja. En als je weet wat vechten daadwerkelijk met zich meebrengt, dan begrijp je wel dat dat een aantrekkelijke optie is. Die weliswaar uiteindelijk leidt op de wat langere termijn tot veel grotere ongelukken, maar het kan ter plekke een nuttige optie zijn. Dus dan zou je ook een precieze vergelijking moeten maken tussen de mate waarin Duitse soldaten gedrogeerd waren en Amerikaanse of Engelse soldaten of Canadese soldaten of Poolse soldaten gedrogeerd waren. Dat zou ik zelf niet precies weten, maar het idee dat het alleen bij de Duitsers de Everdrine een belangrijke rol speelde, dat is niet zo. Dat is een misvatting. Dus dat verklaart niet het krachtverschil? Nee, ik vermoed zelf dat het iets te maken heeft met ervaring, met goede onderofficieren, dat soort van dingen. We hebben het al eens eerder aangestipt dat vechten gewoon een goed vechten is, een vrij lastige activiteit. Dat moet je leren. Het is niet zo dat iedereen dat maar zo kan. Integendeel, je reageert
niet waar, uit je woede vaak totaal verkeerd en geëmotioneerd. En je kunt veel beter langdurig in je schuttersputje blijven zitten, niet waar, tot je ook de daad werkt. Nou ja, zoals die iemand nog eens riep, zag ik op televisie. Je moet wel alleen schieten als je weet waarop je schiet. Nou, dat is al een hele nuttige les natuurlijk. Ja, men raadplegen het handboek soldaat. Heel nuttig is dat. Diep geheim, strikt geheim, maar er moeten in Nederland nog massa's handboeken soldaat rondzwerven, neem ik aan. En er staan alle hele praktische dingen in en dan besef je misschien iets beter wat daadwerkelijk efficiënt vechten precies met zich meebrengt. En dat is een vrij lastige klus. Oké, nou dankjewel Thijs voor de vraag. Dan moeten wij nu over naar de Nederlandse minister-president. Ja. Hebben we daar nog tijd voor om daar iets van te bakken? Dat ligt helemaal aan jou, dat kunnen we ook de volgende keer doen. Het is inmiddels lokale tijd 6:10. Nou, dan wat we dan nu gaan doen, want ik heb nu gevraagd of we om 6:00 aan de aardappels konden beginnen. Ik weet niet of dat aardappels zijn, ik geloof dat het erwtensoep is. Ja, dat is lente-erwtensoep geloof ik. Ik ben dol op erwtensoep, had ik dat er. Wat is het verschil dan met normale erwtensoep? Nou, een normale erwtensoep is zo dat je daarna kun je moeiteloos, niet waar, met je sneeuwschoenen 35 kilometer door 1 meter dikke sneeuwlaag waden. Maar bij de lente erwtensoep is dat niet direct het effect. Er zit geen worst in? Ja, ik hoop wel dat er een stukje worst bij is of spekjes of zoiets dergelijks. Ja, dat moet natuurlijk wel, dat hoort er wel bij, ja. Dus dat lente erwtensoep. Dat bestaat. In alle seizoenen kun je erwtensoep eten, maar de lente-erwtensoep heeft iets lichts, iets vrolijks, iets zonnigs als je in de pan kijkt. Ik ga even aanduiden wat we gaan bespreken als we de Nederlandse minister-presidenten gaan bespreken. Ik wou in principe mij beperken tot de Nederlandse minister-presidenten na de Tweede Wereldoorlog, maar niet dan dat nadat er toch twee van voor de Tweede Wereldoorlog met ere genoemd zijn. En dat betreft natuurlijk Thorbecke, ontwerper van de nieuwe grondwet en in feite de ontwerper van de moderne Nederlandse democratie. En Cort van der Linden, die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de zogenaamde pacificatie. En dat is een moment in de Nederlandse geschiedenis waarbij een aantal politieke vraagstukken geregeld zijn door fijn onderlinge afspraken te maken. In het bijzonder over het kiesrecht en over het bijzonder onderwijs. Cort van der Linden. En dan na de Tweede Wereldoorlog zullen we zien dat wij eigenlijk een reeks hele redelijke minister-presidenten hebben gehad. Ik bedoel, zeker als je het vergelijkt met het buitenland, zijn er al hele rare avonturiers natuurlijk soms opduiken aan de politieke leiding. Maar er is wel een vrij brede communis opinio over wie het beste hebben gedaan na de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn natuurlijk in de allereerste plaats Drees en Lubbers. Ik denk dat dat terecht is, dat die aan de top staan. Bij Den Uyl is veel controversiëler in allerlei opzichten. Dus bij sommigen staat hij nummer 3 en bij anderen staat hij stukken lager. Maar in principe Drees en Lubbers staan denk ik onbestreden bovenaan. Het hangt een beetje ervan af hoe je er tegenaan kijkt. Drees had natuurlijk het enorme voordeel dat hij opereerde in een economie na de oorlog die heel erg snel groeide. Waardoor je, als je een beetje terughoudend begrotingsbeleid had, dan liepen de zaken als een trein werkelijk. Maar dat neemt niet weg, we zullen het erover hebben, dat Drees toch een buitengewoon goede minister-president was. Dat was Lubbers denk ik ook. Maar ja, die heeft ook het bekende kardinale fout gemaakt dat hij te lang is blijven zitten. Hij had na 10 jaar moeten vertrekken. Ik begin ook te vermoeden dat ook Rutte er verstandig aan had gedaan om na 10 jaar te vertrekken. Nou, dan blijven er nog een heleboel minister-presidenten over die in het algemeen een, laten we zeggen, minder glorieuze indruk hebben gemaakt. We kunnen het even nalopen. Schermhoorn hebben waarschijnlijk de meeste mensen helemaal nooit van gehoord. Of mensen nog een beeld hebben bij Bill, dat acht ik uiterst twijfelachtig. Of mensen nog weten wie Marijnen is. Nou, idem dito, buitengewoon twijfelachtig. Kals, die zou mensen nog kunnen herinneren. Een tragische figuur in allerlei opzichten. Dan krijgen we Piet de Jong.
Een man zonder franje, een man zonder fanfare, 4 jaar minister-president geweest. En ik denk eigenlijk een voortreffelijke minister-president. En hij is ook 101 geworden. Misschien dat de heer heeft hem beloond voor zijn nuttige werkzaamheden. Begon als duikbootkapitein. Je ziet, het is een hele wisselende carrière. Ik denk dat Piet de Jong nog steeds ondergewaardeerd wordt, eerlijk gezegd. Nou, dan krijgen we na Piet de Jong krijgen we Biesheuvel. Dat was eigenlijk een grote teleurstelling. Die heeft er ook niet zo lang gezeten. Dan krijgt het kabinet Den Uyl. Een heel wonderlijk, controversieel kabinet. Wat eigenlijk ook een beetje anders erin stak, parlementair gesproken, dan onze andere kabinetten. Nou, dat wordt afgewisseld met Van Agt Wiegel. Ik denk dat Van Agt een... Dat afficheerde zich als puinruimers. En het pijnlijke van dat kabinet is toch dat ze het puin 2 maal zo groot hebben gemaakt dan het was op het moment dat ze begonnen. Dus Van Agt Wiegel, ja, dat is niet een bijster succesvol kabinet geweest in mijn oren. Dan krijg je nog al die, hè, want Van Agt is 3 keer van verschillende kabinetten, dat duurde allemaal niet lang enzovoort enzovoort. En dan krijgen we Lubbers, die er 12 jaar gezeten heeft natuurlijk. Dat is. Lubbers wordt opgevolgd door Wim Kok. Geen slechte minister-president, maar de 2 kabinetten Kok, die kun je net zo goed de kabinetten Lubbers 4 en 5 noemen. Dus in die zin heeft Kok er niet zo verschrikkelijk veel aan bijgedragen. Nou ja, dan krijgen we het fameuze populistische intermezzo. Niet waar, het eerste kabinet Balkenende, dat heeft al 86 dagen gezeten. En toen vonden ze toch wel verstandig om de stekker eruit te trekken. En zijn de LPF... bewindslieden zijn opgeruimd en Balkenende is verder gegaan met nog een hele reeks andere kabinetten. Ik vind het heel lastig te zeggen, want de kwaliteit van Balkenende als minister-president was het staat. Ten eerste is hij stukken jonger dan ik, dat is ook altijd vervelend. Hè. Bij Drees, ik bedoel, het was in die tijd was hij zo oud als mijn opa, dus dat vond ik altijd wel indrukwekkend. Ik vind het moeilijk te beoordelen wat de kwaliteit ervan is. Ik vind zelf dat Nederland niet bijster goed bestuurd is in de afgelopen 20 jaar. Dat moeten we misschien ook aan Balkenende toerekenen. Ja, Rutte zit er nog. Dus ook daar denk ik dat geldt dat er in bredere zin een aantal tendensen zijn geweest de afgelopen 20 jaar waar we niet gelukkig mee moeten zijn. Dat neemt allemaal niet weg dat Nederland in vergelijkende wijze een redelijk draaiend land is. Ja. Overigens, economisch verrassend succesvol. Ja. De buurman van Maarten is inmiddels begonnen met het bijwerken van de heg. Ja. Ik had trouwens nog 1 opmerking en dat schiet me nu te binnen. Dus we gaan dit stap voor stap. Dit uitgebreid bespreken, want er zijn allemaal leuke anekdotes over de verschillende minister-presidenten. Ja, ik had nog even kijken waar ik het heb. We hadden het vorige keer over het verschil tussen... Jij noemde aan, jij zei ik ben door NRC geïnterviewd en toen noemde ik juffrouw... Ja, mijn geschiedenislerares, die ik juffrouw-admiraal noemde. Ja, dat was het, ja. Ja, maar het woord juffrouw, daar hebben we het over gehad. Het woord juffrouw is verdwenen in Nederland. Ja. Het woord juffrouw is nu geloof ik min of meer beledigend, want... Kijk, vroeger had je een ingrijpende tweedeling. Je had namelijk getrouwde vrouwen, dat waren mevrouwen. En je had niet getrouwde mevrouwen, dat waren juffrouwen. Juist. Maar nu wordt dat als discriminerend gezien. Dus het woord juffrouw, dat is verdwenen. Exact. Maar in Engeland, want daar hadden we het toen over. We wierpen de vraag op, is het daar wel nog met miss en misses? En de reacties die al binnenkomen zijn dat in ieder geval zo is. Er was een mevrouw die zat in Engeland... En die vertelde dat, kijk of ik de reactie nog erbij kan krijgen, die gaf in ieder geval aan dat daar dat verschil in ieder geval nog steeds is. Zij is verhuisd naar Engeland en daar is dus dat verschil nog aanwezig. In Engeland heb je dus nog juffrouwen. Ja. Maar is dat ook het scherpe onderscheid tussen gehuwd of niet gehuwd? Ja, zij zei van wel. Zij gaf dat aan. Oké. Okay. Ja. Dan heb ik nog 1 reactie van Albert-Jan Harkema. Die zegt, dat ging over het onderwijs. Daar ging het de vorige keer ook over. Lesgeven heeft een sausje nodig, zegt hij. Een grap, een spannend stukje, verbinden met het heden. Dan zegt hij, ik zag eens een hoogleraar die een natuurkundeproef deed... door zittend op een schommel voor in de zaal heen en weer te gaan... en daarmee een bewijs te leveren. En ook de lezingen van het Royal Institution te Londen zijn vaak... enerverend en leuk om te volgen. Ja, het is ook heel typisch dat de beide voorbeelden uit Engeland afkomstig zijn.
Ik heb een zekere ervaring met internationale conferenties van Amerikanisten. Die waren ook wel eens in Nederland. En dat was eigenlijk altijd hetzelfde patroon. We hadden namelijk lezingen van Fransen, Amerikanen, Duitsers en Engelsen. Daar kwamen het eigenlijk en nog wat Nederlanders. Over de laatste zal ik me verder niet uitlaten. In het algemeen kon je zeggen dat de lezingen van de Fransen onbegrijpelijk waren. Dat er lezingen van de Duitsers strontvervelend waren. Dat de lezingen van de Amerikanen meestal even strontvervelend waren. Dan viel je direct op dat er een zeker verwantschap is tussen de Duitsers en de Amerikanen. En dat we allemaal altijd dolgelukkig waren met de lezingen van de Engelse wetenschappers. Omdat het gewoon hartstikke leuke lezingen waren. Zij wisten hoe je dat doen moest. Net een beetje wat die man vertelt, jetzt ein Witz. Hè? Zoals nog eens in een Duits schoolboek stond. Al om de drie bladzijden stond er in de kantlijn met rode lettertjes, jetzt ein Witz. Hè? Ja, je moet er iets van maken. Ja. Sterker nog, we hebben ooit wat, een van die Engelsen had zijn been gebroken, dus die kon niet komen. En die had het op een geluidsbandje gezet. Er stond een hele grote, zo'n ghetto blaster stond er op het toneel in de Agnietenkapel. En daar kwam die lezing uit. En zelfs uit die ghetto blaster was het een toplezing. De Engelse cultuur heeft dat. De rest is strontvervelend. Okay. Ja, de Franse lezingen gingen altijd over het postmodernisme. Maar dat soort van wezenloze praat. Ja. Patricia Oudshoorn die zegt op Britse scholen, dat is die reactie. Er worden alle leraressen aangesproken met de titel mis. Ongeacht of ze gehuwd of ongehuwd zijn. Ja. Wel wordt vaak de achternaam van de echtgenoot gebruikt als ze gehuwd zijn, zegt zij. Even kijken, en dan zijn er hier nog een aantal ideeën voor andere onderwerpen die we kunnen bespreken. De Europese integratie. Of we daar een keer iets over kunnen doen. En er is ook nog iemand die vraagt hier. Jacob Baks, zou Maarten meedoen aan 2 voor 12 voor het 50-jarig jubileum? Ik weet niet waar het over gaat. 12, maar even denken. Ja, dat is een quiz. Ja, dat is me gevraagd of ik dat wou doen. Oké, okay, ja, ik weet maar niet ik hoe heb je... uiteindelijk besloten om het niet te doen. Oké. We leren. Oh, dit gaat nog eventjes over dat we. Jij zei de vorige keer: we leren niks van de geschiedenis. En dan zegt iemand: we leren wel degelijk van de geschiedenis. Anders zouden we nog in holen wonen. Als jagers en verzamelaars. Ja, dat lijkt heel aardig natuurlijk. Maar dat heeft met technologie te maken. Niet met organisatie. Of elkaar naar het leven staan enzovoort. De technologie heeft zich zodanig ontwikkeld. Dat we niet meer in holen hoeven te wonen. Nee. Nee, oké. De kerkelijke geschiedenis wordt ook nog genoemd. Kerkelijke geschiedenis, daar weet ik niets van af. Dus dat is, theologisch ben ik ongeschoold. Oké, Sander vraagt dat. Sander Blauwboer die zegt, leuk zou Maarten een keer over de kerkelijke geschiedenis willen houden. Ik ben benieuwd hoe hij denkt over de invloed daarvan op onze huidige maatschappij. Maar daar weet je dus niks van. Nou ja, die is nog steeds aanzienlijk natuurlijk. Ik heb het al vaker gezegd. Ik hoor tot de ongelovigen die de moeite hebben genomen om het Oude en Nieuwe Testament te lezen. En dan, als je dat gedaan hebt en je hebt dat enigszins tot je genomen, dan heb je wel de indruk dat er met veel christelijke politiek ontzettend veel mis is. Ja. Ja. Daar wil ik best eens iets over zeggen. Dat je naar mijn idee wel een ongelofelijke intellectuele artiest moet zijn, wil je na lezing van het Nieuwe Testament en nadat je heb gesteld dat je dat de Heer Jezus jouw leidsman is, dat je hoe je dan nog op het CDA kunt stemmen, dat is voor mij een exercitie die ik volledig onmogelijk acht. Oké, dus dat onderwerp dat schepen we door in ieder geval. Even kijken, wat had ik dan nog? Ik had nog één opmerking. Dit is zoveel, ik moet het even allemaal oplezen. U kunt ze gewoon in blijven sturen overigens hoor, de vragen en de opmerkingen. Dan halen we er, kunnen niet alles eruit halen, maar er is hier iemand die heeft zijn MB-limiet overschreden door te veel naar de podcast te luisteren. Oké. Even kijken, waar stond hij nou? Oh, hier iemand, te veel grapjes over terrasjes. Dat was de vorige keer. Nou ja. Ja, pas op, of ik maak nog eens een keer een half uur lang grappen over terrassen. Man, in de afgelopen week, het was 8 graden boven nul. Het stortregende en het terras hier in het Wilhelminenpark zat mutvol. Met mensen met poolkleding aan. Dat je echt dacht, we zijn er voor krankzinnigen. Even kijken, dit is iemand die zegt, Van Rossum noemt de Franse revolutie het begin van de moderne tijd. Is dat niet de Amerikaanse revolutie en de onafhankelijkheidsoorlog circa 15 jaar eerder? Willem de Boer. Ja, dat kan hij natuurlijk wel zeggen. En op zichzelf is dat iets eerder. Maar dat had toch in natuurlijk de echo in Europa was...
Amerika was toen ver weg. Zeg ik er maar even voor de zekerheid bij. Amerika is natuurlijk heel erg dichtbij gekomen. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Hoewel overigens de drift der continenten zodanig is dat de Atlantische Oceaan elk jaar ongeveer 5 centimeter breder wordt. Wat je op zich op het eerste gezicht natuurlijk niet opvalt, maar na 500 miljoen jaar kan ik je verzekeren, heeft dat een zeer ingrijpende effecten. Nee, ik denk dat de impact van de Amerikaanse revolutie, laten we zeggen, in Europa, op de politieke geschiedenis van Europa, veel minder groot is geweest dan de impact van de Franse revolutie. Al was het maar omdat de Fransen natuurlijk een groot deel van Europa gedurende enige tijd hebben bezet. Even kijken, dan hebben we nog een opmerking over een aflevering waar we het hebben gehad. Toen noemde jij dat veel namen in Amerika nog stammen uit de tijd van de Indianen. En Ineke zegt, dat zie je niet alleen, volgens mij noemde jij dat in rivieren en wegen, maar ook bij steden en staten voegt zij daaraan toe. Nou, Dakota noemt ze als voorbeeld. Dus ja, dat is volkomen juist. Heel Amerika is vol met Indiaanse namen. Ja. Want op mij altijd, ja, je wordt er altijd een beetje triest van. De naamgevers zijn verdwenen voor een belangrijk gedeelte. Er zijn natuurlijk wel wat Indian reservations. Maar ja, in feite er zijn natuurlijk heel weinig overgebleven van die Indiaanse culturen. Ja, nou dan nog eentje. De laatste, beste Maarten. U heeft in de nieuwe podcast vaak over Hugo de Jonge en de GGD. De kritiek is veelal terecht. Maarten heeft veelvuldig uitgelegd dat dit deels komt door de marktwerking, het neoliberalisme. En op de zorg en in het bijzonder de GGD is fors bezuinigd. Naast de kritiek beschikt de samenleving over een bijzonder goede gezondheidszorg. Nederlandse verpleegkundigen en artsen die zijn bijzonder hoog en goed opgeleid. Zou Maarten bereid zijn om in de podcast iets te vertellen over de geschiedenis van de Nederlandse gezondheidszorg? Zegt Martijn Weug. Ah ja, ook niet een van mijn expertise onderdelen moet ik eerlijk bekennen. Ik zelf heb volgens mij wel eens gezegd. Kijk, nogmaals op de pandemie, we hebben het er straks ook nog even geconstateerd, die is veel hoger gewaarschuwd dat dat ooit zou kunnen gebeuren. We bleken totaal onvoorbereid te zijn. Er is op een aantal onderdelen van onze gezondheidszorg, naar mijn idee, veel te veel bezuinigd. Met als gevolg dat er maar iets hoeft te gebeuren en er ontstaat een crisisachtige situatie. Maar feit is, ik ben daar zelf ook een goed voorbeeld van, als je iets ernstigs hebt in Nederland, niet waar, dan wordt dat in principe vlot gediagnosticeerd. Ja. En ik ben tot 2 maal toe ben ik heel effectief geopereerd zonder dood te gaan. Anders zou ik hier ook trouwens niet zitten natuurlijk. Nee, precies. Nou goed, we hebben in ieder geval voor de volgende keer de Nederlandse premiers die we gaan bespreken. Dan hebben we nog de geschiedenis van China op de lijst staan. Oh, China ja. Dat hadden we nog besproken. De laatste dagen heb ik mij flink met China bezig gehouden. Kijk, het is vaak verbazingwekkend, echt dat je denkt. Er zijn jaren geweest dat China elke 16 dagen de Griekse economie ontwikkelde, zal ik maar zeggen. Hè? Dat ze elke 16 dagen iets toevoegden, even groot als de hele Griekse economie. Mooi, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Daarna kijken we wel waar we uitkomen. Ik wens je smakelijk eten. Het is nu, denk ik, 5 voor 6 of zo. Ertessoep, lente-ertessoep ga ik nu eten. Ja. Heerlijk. Dat er weer toch zo'n apparaat, dat ik die zoek. Daar zou ik zelf een enorm groot voorstander zijn. Van een totaal nationaal verbod van alle schuurmachines, klopboren, hergenscharen aangedreven. Dat wil zeggen, je mag best die dingen kopen, maar het moet met de hand. Er zit dus geen motortje in. Hè? Dan moet je die arme man zien, dat lukt hem helemaal niet. Het is vaak verschrikkelijk werkelijk. Dat overal en altijd wordt er geklust. Of misschien ook wetgeving voor klusuren. Hè? Dat je maar niet, je mag niet eindeloos altijd klussen. Lieve luisteraars, vraag toch deskundigen om bij u te komen klussen. Ga het niet zelf doen. U kunt het niet goed. U kunt ook als het klaar is zien dat het prutswerk is. Doe het niet zelf. Allemaal onzin. Er zijn mensen voor die het sneller kunnen en beter kunnen. Ja, ik ben het helemaal mee eens. We willen niet zelf gaan klooien. Zo is het. Mooi. Ga niet zelf uw pakket leggen. Hè? U voelt toch al een water aan. Ik zou sowieso geen pakket leggen, maar oké. Daar moeten we het andere keren eens over hebben.
Laat eventjes weten wat je van deze aflevering vindt. Op Apple Podcast kun je sterren en een review uit te delen. En je zou ons er echt een groot plezier mee doen om in ieder geval achter te laten wat je van deze podcast vindt. Misschien heb je ook nog wel verbeterpunten. Misschien wil je gewoon eventjes mededelen hoe leuk je dit vindt. Of waar je deze podcast normaal luistert. Want Maarten heeft wel eens momenten dat hij mensen tegenkomt in het park. En dan zijn ze net aan het luisteren naar deze podcast. Ik kwam laatst iemand tegen in het park en mijn oudere mevrouw. Met van die koptelefoons op. Die zegt, goh, wat gek meneer Vos. Ik ben net bezig met naar u te luisteren. En nou kom ik u tegen. Nou ja, dat is wel een vrij eigenaardige gebeurtenis. Nou, deel dat soort verhalen via Apple Podcast. En kijk ondertussen ook op onze sociale kanalen. En op maartendepodcast.nl. Bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende week.